Wist je dat stofzuigers niet meer dan 80 decibel geluid mogen maken? Voordat deze op de markt komen, moeten ze uitvoerig getest worden met behulp van geluids- en trillingsmeetapparatuur. Vandaag bezoeken we de marktleider van deze producten. Geluid en trillingen zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Wat voor de een aangenaam geluid is, kan voor de andere echt een ontzettend hels lawaai zijn. En met mogelijk echt nefaste gevolgen voor de gezondheid. We leven met heel veel mensen op deze planeet. Dus het wordt toch wel belangrijk dat we rekening houden met de geluids- en trillingsbronnen. Om die dus in kaart te brengen, die geluidsbronnen en die trillingsbronnen, hebben we hoogwaardige meetapparatuur nodig. Om zo eigenlijk een leefbaar geluidsklimaat te gaan creëren. De sectoren waar onze apparatuur in is terug te vinden, dat is ook ontzettend uitgebreid. Het gaat van de automotive tot defensie, de overheid. Maar ook de consumentengoederen, zoals de wasmachines en dergelijke, daar vind je onze apparatuur in terug. Er is eigenlijk bijna geen enkele sector waar onze apparatuur niet kan gebruikt worden. Wij zijn meer dan 25 jaar actief in de wereld van geluid- en trillingsmeetapparatuur. Wij zijn distributeur van de beursgenoteerde bedrijven HBK en BK Vibro. Het heel bekende merk Broel & Kjær, dat verdelen wij. Onze geluid- en trillingsmeetapparatuur zijn gespecialiseerde producten. Wij bevinden ons ook in een niche-markt. En juist daarom is het van essentieel belang om voor en met vakgenoten te communiceren. Dat doen wij door onze website, maar zeker ook door onze sociale media, waardoor wij online veel in verbinding staan met onze klanten. Team Spirit is net zo belangrijk als tevreden klanten. Wij hebben daarom ook ingezet op een moderne HR-beleid, waarbij het individu centraal staat, maar we ook veel tijd en aandacht vestigen op teambuilding en communicatie. We betrekken ook de hele club bij de verdere groei van de Enmo-groep. Ja, we vieren de successen echt met elkaar en zijn heel fanatiek tijdens de teamuitjes.